Dag, dit is weer Spakenburg Nu. Vandaag worden de volgende onderwerpen belicht. Opening dagbesteding Het Anker, broodje brandweer, rotonde bij De Kooi. Op 17 en 18 oktober was er een gezamenlijke expositie in de Prodentfabriek van 25 jonge, talentvolle kunstenaars die speciaal voor dit expositieweekend werk hadden gemaakt. Eén daarvan was de Amersfoortse grafisch kunstenaar Jesse Grote. Hij maakte van een foto op het Amersfoortse perron een heel apart plaatje via Photoshop. De Spakenburg ligt klaar voor vertrek. Het heeft ruim 3 weken geduurd voor het perron was omgetoverd tot haven. Kerkverbanden en religieuze organisaties trekken de komende tijd door het land om aandacht te vragen voor klimaatbeleid. In 10 etappes trekken zij van Noord naar Zuid-Nederland, met als hoogtepunt een landelijke manifestatie die zaterdag plaatsvond. Klimaat treft veel mensen, met name in ontwikkelingslanden, door overstromingen of droogte, zegt organisator Joep van Zijl. De wandeling door Nederland gaat vooraf aan de grote klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Parijs. Daar moet een nieuw klimaatverdrag ondertekend worden en dit is het vervolg op de afspraken die al in 1997 werden gemaakt in Kyoto. Doel van de tocht door Nederland is bewustwording creëren. Tijdens de manifestatie lopen de deelnemers van kerk naar kerk, waarbij er ook ruimte is voor straattheater. Ieder jaar vinden in oktober de Nationale Brandpreventieweken plaats. Met verschillende thema's wordt aandacht besteed aan brandveiligheid. Dit jaar organiseren de brandweerkorpsen van de veiligheidsregio Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst voor zelfstandig wonende inwoners van 65 jaar en ouder. Onder de naam Broodje Brandweer zijn de ouderen uitgenodigd voor een gratis lunch en een goed gesprek over brandveiligheid. Dit alles in de brandweerkazerne. Marianne was erbij en zij wilde weten wat er zoal besproken werd. In oktober vinden altijd brandpreventieweken plaats. Is dat gewoon 4 weken in oktober? Nee, dat valt altijd samen zeg maar, met de collecte van de Brandwondenstichting. Want dan is er al veel reclame zeg maar, op de buis. En daaraan zijn die brandpreventieweken zijn gekoppeld. En voor de hoeveelste keer is het al geweest? Nou, de Nationale Brandpreventieweek nou, die is al jaren. Zeg maar. Elke keer vindt er wel een andere invulling daarvan plaats. En dit jaar is gekozen om het broodje brandweer te serveren. Hoe hebben jullie uitgenodigd? Alleen de buurtbewoners of het hele dorp in principe? Ja, dat is natuurlijk over de hele regio hetzelfde. Er is een selectiecriterium zeg maar, van oudere inwoners van Bunschoten die in een straal wonen van 500 meter rondom de kazerne. Daar is op geselecteerd en dat is om te voorkomen dat als heel Bunschoten hier naartoe komt dat wij te veel mensen moesten afzeggen. Ik wil u allemaal namens de Veiligheidsregio Utrecht hartelijk welkom heten in de kazerne van Bunschoten. Ik zal kort schetsen wat we vandaag gaan doen. Zometeen krijgt de lokale burgemeester, onze wethouder Bert Koops even het woord. Die geeft even een aftrapje. Vervolgens krijgen we de gelegenheid om in kleine groepjes, er komt zometeen wat lunch wordt er dan geserveerd voor u op de tafels. Krijgen we gewoon gelegenheid om in een klein comité, er komen allerlei brandweermensen aan tafel zitten, om wat vragen te stellen, gewoon informatief, hoe zit dit, hoe zit dat en waar moet ik allemaal rekening mee houden. Dat gebeurt dan zometeen aan tafel. Ja, als je dan toch even kijkt naar de brief en naar ook het initiatief wat is genomen, dan is het toch wel een heel mooi initiatief. Het is een initiatief wat een beetje aangeeft van ja, wacht even, wij willen allemaal heel graag zo lang mogelijk en zo vitaal mogelijk thuis blijven wonen. Dat vinden wij als gemeente, maar dat vinden de meesten onder u denk ik ook. Maar dat betekent wel dat er ja, in deze tijd, van best wel de donkere dagen noemen we het dan, ook wel weer gezellig. Maar er is vuur, er is een andere mogelijkheid, je blijft langer thuis. Ja, dan is er wel eens wat dat je zegt van ja, bepaalde automatismen die je in je hebt, op waar je net even niet aan denkt. Dat je denkt van ja, hoe zit het ook weer? Maar dan gebeuren er dingen dat je zegt van oh ja, dat is waar. Of had ik dat maar niet gedaan? Of dat was ik vergeten? Nou, dit is een initiatief
die mij vooral ook aanspreekt. Zeker omdat ik wethouder zorg en welzijn ben. En dit is wel een heel mooie combinatie om dat op deze manier te doen. En ik wil ook daarmee de brandweer, de VRU, complimenteren voor dit initiatief. Ik neem aan, er komen straks allerlei tips, dus die hoef ik nu niet te geven, dat doen de professionals. Daarnaast is het ook nog een keer om gezamenlijk met elkaar wat te netwerken, noemen wij het maar altijd maar weer. Maar in ieder geval elkaar te spreken en met elkaar te spreken over, nou goed, wat kan het wonen aangenamer maken. Ik wens u allen een hele mooie bijeenkomst. Ook een smakelijk eten, dat hoort er ook bij. En in ieder geval, ik zie het ook. En dat is weer mooi dat de lokale omroep aanwezig is. Maar even terug op het net. Dankjewel. Henk, waarom zit jij hier? Om een huis veilig te maken. Door de brand aan en van die Colossini. Daarom ben ik hierheen gekomen. En denk je dat je hem al brandveilig genoeg gemaakt hebt, je huis? Ik heb wel een brandmelder, maar geen zo'n Colossini. Dat heb ik nog niet. Dus zullen eens kijken hoe het allemaal loopt. Heeft hij al iets opgestoken van deze informatiebijeenkomst? Ja, dat de wasdroger door kan branden. Andere dingen niet? Nee, dat nog toen niet. En heeft hij thuis een rookmelder? Ook dat. Alleen die zit in de gang. Dus daar moeten we erop aandoen dat we hem horen. U heeft brand gehad thuis door een vissenkom. Leg uit alsjeblieft. Nou, ik lag in de kamer. Het was net voor de kortste dag, de 21 december. En toen had mijn man 's morgens de vissenkom schoongemaakt. En toen hebben ze er neergezet en toen kwam, de zon van de voorkant erin en de vissenkom stond achterin. En heeft, als een vergrootglas heeft hij eigenlijk gewerkt. Waarom bent u hier naartoe gekomen? Om wijzer te worden. En heeft hij al iets geleerd? Ja. We hebben wel een aantal dingen, maar we kunnen het nog iets uitbreiden. Ja. En waarmee kunt u uitbreiden? Een touwladder vanuit het zolderraam. We hebben wel brandmelders, we hebben ook een inbraakalarm, maar dat gaat niet af. Maar goed, we hebben de brandmelders op de juiste plekken zitten. En dat we de deuren dicht moeten houden, dat wisten we ook wel. Vooral 's nachts natuurlijk, overdag niet. Maar een touwladder uit het zolderraam is nog wel aan te bevelen. Dan kan je als de vlucht weg, dus zeg maar door rook of wat ook, gestagneerd is, dan kan je het dakraam uit. Ik zie daar allemaal eierwekkers staan. Wat zit daar voor een verhaal achter? Nou, we hebben hier wat spullen staan van de mensen die hier aanwezig zijn vandaag. De mensen krijgen allemaal een presentje mee naar huis. Eentje van is een eierwekker of een kookwekker. Koken, doe het brandveilig. Bij koken gaat natuurlijk ook van alles mis. Dat kan zeg maar frituren van vis in de schuur zijn. Daar kan natuurlijk wel van alles nog wat gebeuren, maar het kan ook gewoon in de keuken zelf zijn. Aanbraden, kortsluiting, noem het maar op. Dus vandaar een kookwekker. En voor thuis hebben we wat volletjes, maar ze krijgen ook als ze kleinkinderen hebben, als ik naar de zaal kijk, is het best wel aanwezig. Krijgen ze voor de kleinkinderen nog een boekje mee. En dan kunnen ze met de kinderen zelf ook nog eens even kijken van hoe kunnen ze nou thuis bij de kleinkinderen het toch een beetje brandveilig maken. Meer informatie over brandveiligheid en de brandweer kunt u vinden op www.vrubrandweer.nl. De snelwegen in Nederland krijgen steeds meer verkeer te verwerken. Ten opzichte van 4 maanden geleden is de drukte op de Rijkswegen opnieuw toegenomen. Dat meldt minister Schulz van Hagen. In de file top 10 staan met name snelwegen in de Randstad. De A20 bij Rotterdam staat weer op de eerste plaats. Sinds eind 2014 is weer een stijging te zien van de fileswaarte. En dat is de gemiddelde filelengte vermenigvuldigd met de duur van de file. Schulz zegt dat de cijfers aantonen dat het belangrijk is om te blijven investeren in de snelwegen. Dagbesteding Het Anker van Sherpa is verhuisd naar het Vogelpad.
Het nieuwe onderkomen werd op 23 oktober feestelijk geopend en Maria nam er een kijkje. Ja, wel mooi om hier te staan. Ik zit weer te staan, maar ik bedoel eigenlijk van vijf jaar terug. Toen was de huisvesting ook weer nieuw en toen was het bij de buitenschoolse opvang. En nu deze locatie, en ik heb al een kijkje mogen nemen in de kamers. Het ziet er erg huiselijk uit, gezellig uit. Maar ja, ook de locatie zelf, want als we nou om ons heen kijken, het is centraal in het dorp. We hebben in de buurt hebben we een school. We hebben in de buurt de kleuters, de peuters, een peuterspeelzaal. We hebben hier met elkaar zoveel ruimte om dingen met elkaar te doen. We hebben zelfs de historische vereniging bij de hand, dus het is echt van 0 tot 100. Je ziet daar wel wat er ontstaat, zo midden in zo'n buurt. De buurtbewoners zijn aanwezig. Er is al contact tussen de school en hier de cliënten. Alles gaat in elkaar over. En dat is ook wel een beetje de insteek waar we naar op zoek zijn. Van als je iets doet, niet ergens wegzetten, maar laten integreren. Met elkaar proberen om een samenleving te vormen. En ja, om zo'n locatie te krijgen, daar heb je toch ook een bepaalde ondernemersgeest voor nodig. En we hebben al eerder gezien hier op dit complex hoe de twee schoolverenigingen met elkaar gingen samenwerken. En we zagen het nu ook weer, toen Jannie bij mij kwam en zei, ja Bert, wij moeten eigenlijk naar een andere lokaal en ik heb dat en dat op het oog. Nou goed, en dan ga je in gesprek en dan denk je, hè, wat zou er nou uitkomen? En dat is dan toch ook weer de kwaliteit ook van de organisatie Sherpa. En ik denk dat jullie daar ook best trots op mogen zijn. Dat Sherpa heeft gezegd, nou, wij gaan aan de slag en we proberen een onderkomen te creëren. Dat de cliënten daar de zin hebben. Dat ze het gezellig vinden. Dat ze het kunnen integreren bij ook andere mensen. En Jannie is daarvoor de uitgelezen persoon geweest. Ze was volhardend. Want ze kwam weer een telefoontje en denk, oh, dat is Jannie. Maar ze heeft het heel goed gedaan. Nou kijk, het is toch fijn als wetter als je spreekt dat je zo'n goede toehoorder hebt. We gaan openen. En een van degenen die mij daarbij gaat helpen, dat is René. René, kom er even bij. Kom maar. Maar ook Monique. Nou, wij gaan het met z'n drieën doen. Ik ben zelf een beetje zenuwachtig, maar gaan jullie mij helpen? Ja? Ja, nou, gelukkig maar. Nou, wat gaan we doen? Waar gaan we heen lopen? Ja, dan loop ik mee. Fijn. Dank u wel en een applaus, denk ik, voor het hele team en voor degenen die het allemaal hebben gerealiseerd. Dit stukje er ook niet in. Nou, dan gaat hij dat. 1, 2, 3. Rustig, ja. Oh. Applaus. Jannie, de opening is geweest. Wat een hele feestelijke opening. Hoe voel je je nu? Nou, ik voel me best wel opgelucht. Hè. Ik bedoel, het is toch altijd iets spannends, een opening. Van ja, nou ja, wie gaan er allemaal komen? Wat ga je vertellen? Het is toch altijd een spannend moment. Maar goed, het is een goed en gezond spannend moment. Hoe lang heeft het project van begin tot het eind geduurd? Spreken we over maanden dan? Nou, ik moet zeggen, we hebben heel snel met een aantal mensen kunnen doorpakken. De huurovereenkomst is begin mei getekend. Met het hulp van het bouwbedrijf, Joost Bedet, met andere mensen zijn we gewoon heel snel hier aan de gang gegaan. En konden we, ik denk half juni konden we al hier met z'n allen aan de gang. Ja. Over hoeveel bewoners spreken we? Nou, bewoners, wij hebben het altijd over cliënten, maar dat maakt niet uit. In de volksmond is het toch altijd bewoners. Gemiddeld komen hier zo'n 10 tot 12 cliënten per dag. Ja. En het is een dagbesteding, spreken we dan van 9 tot 4 of zijn er uren aan verbonden? Ja, er zijn wel uren aan verbonden. We hebben ook cliënten die komen bijvoorbeeld een halfdagdeel, want je kijkt toch naar de wens van de cliënt en daar hou je rekening mee. Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld wel een hele dag aanwezig zijn, maar anderen die vinden het toch wel fijn om 's middags weer naar hun huis te kunnen.
En nu zijn er natuurlijk cliënten die hebben meer met de beleving iets te maken, maar ook creatieve cliënten heb je. Hoe ga je daarmee om? Zijn er dingen voor dan? Ja, we hebben, we proberen ook te werken met een programma. We hebben ook, ik weet niet of jullie al binnen zijn geweest, 2 lokalen. We hebben een belevingsgerichte groep. Er staat een waterbed, een schommelstoel, hangen snoezellampen. En we hebben een groep die wat actiever is, dus die wat meer gaan knutselen. Kleine dingetjes die gewoon wel wat meer uitgedaagd kunnen worden, zeg maar. Ja. We gaan eens even binnenkijken. Ik wens je heel veel succes. Ja, dankjewel. Roel, uw zoon gaat hier naartoe, een dagbesteding. Wanneer gaat hij er naartoe? Hele dagen of? Hij gaat halve dagen. Het is anders wat te veel voor hem. Hij gaat, meen ik, maandags, woensdags en vrijdagsmorgens. Maar het is voor hem een redelijke opgave. Vooral omdat het hier nog nieuw is en het is soms erg druk. Dus we zijn aan het kijken of dat misschien al wat minder zou moeten. Maar dat is nog even de vraag. Het is nog niet zo lang dat hij hier zit. En voor de rest, is het natuurlijk een mooi onderkomen. Zeker. Mag ik vragen wat die zoon heeft? Ja, die is meervoudig gehandicapt. Dus het wordt gewoon wel te druk dan voor hem eigenlijk. Ja, dat heeft hij dus. Daarom hebben we ook gezegd, neem hem nu ook maar niet mee, want dat is allemaal wat te veel voor hem. Snap het, ja. En waar is hij dan, als hij hier niet is, waar is hij dan? Dan zit hij in de schoolstraat. Ja, dus gewoon lekker in Darem. Op het, hoe noem je dat? De woonomgeving waar hij dan zit. Ja. En dit is dan de dagbesteding, ja. Wel fijn dat er zoiets is, hè, voor die kinderen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus, maar we weten ook niet beter, want hij is al jaren is hij de deur uit noodgedwongen. Hij is tot 16 jaar thuis geweest. En toen hebben we hem ondergebracht bij de Amerpoort op Nieuwenoord. Ja. Maar dat beviel wat minder op het laatste. En toen kwamen we erachter, via, dat hier ook een afdeling was voor meervoudige gehandicapten. Want onze zoon is natuurlijk behoorlijk gehandicapt. En hier is een afdeling van maar 5 personen. Dus daar zijn we erg blij mee. En lekker in dorp natuurlijk. Dus, en lekker in dorp. Ze heeft 28 jaar daar op Nieuwenoord gezeten. En nu zit hij hier. Dus ja. Ik hoop dat hij heel veel plezier aan me beleeft. En jullie daarmee ook natuurlijk. Hè? Ja, nou. Dankjewel. Op een Bijbelfestival in de Fabriek in Utrecht is zaterdag een nieuwe kinderbijbel gelanceerd. Het gaat om de zogeheten Samenleesbijbel die speciaal geschreven is voor de allerkleinsten. Ruim 3200 christenen kwamen op het feestje af, waarbij onder meer gezongen en geknutseld werd door vooral jonge bezoekers. Daarbij stond de nieuwe kinderbijbel centraal. De nieuwe gezinsbijbel staat volgens het Nederlands Bijbelgenootschap vol met weetjes, kaarten, spelletjes, gespreksvragen en liedjes. Er is daarbij ruimte voor bekende en lastige verhalen uit de Bijbel. De Samenleesbijbel is gemaakt door het NBG in samenwerking met de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland in Utrecht. Hij is ruim 100 jaar oud. Maar de Amersfoortse fietsenfabriek Gazelle ziet nog steeds brood in hem. Mascotte Piet Pelle moet binnenkort zelfs een mens van vlees en bloed worden. De fabrikant zoekt een lookalike. Piet Pelle werd in 1908 door de Haarlemse kunstenaar Co Donker ontworpen door de fietsenfabrikant. De tekenfiguur beleefde allerlei avonturen op zijn fiets en in 1930 kwam het tot tekenfilms die soms in etalages van fietsenhandelaars werden vertoond. Eind jaren 50 kwamen er nieuwe tekeningen en nieuwe verhalen met Piet Pelle op de markt. Tot 1998 was het figuurtje de officiële mascotte van de fietsenfabrikant. Daarna werd Piet Pelle ingezet voor de promotie van elektrische fietsen. De Amersfoortse fietsenfabrikant zoekt nu iemand die sprekend lijkt op Piet Pelle. Het bedrijf zet op zijn Facebookpagina foto's van mensen die het meest lijken op Piet Pelle en daaruit kan een winnaar worden gekozen. In de omgeving van Bunschoten-Spakenburg kan heerlijk gewandeld worden. Maar als u nog een mooi wandelpad in de regio zoekt, is het volgende aan te bevelen. Het Kromme Rijnpad. Het is door wandelaars namelijk gekozen tot de leukste wandelroute 2015 in Midden-Nederland. Binnenkort vindt de feestelijke prijsuitreiking plaats bij het pad dat deels over Amelis Weert loopt. Het Kromme Rijnpad is 29 kilometer lang en verbindt de centra van Utrecht met die van Wijk bij Duurstede.
De route loopt door de gemeente Bunnik en het pad wordt aangegeven met wegwijzers. De keuze viel op de route nadat ongeveer 700 mensen hun stem hadden uitgebracht op de site van Recreatie Midden-Nederland. Op de tweede plaats eindigde de Botsholroute met ruim 24% van de stemmen. Op de derde plaats is de piramide van Austerlitz-route uit Woudenberg geëindigd. Helaas, geen Spakenburgse wandelpaden in de top 3 dus. Maandenlang had het verkeer op de Nijkerkerweg en de omliggende wegen te maken met veel overlast. Dit alles vanwege de aanleg van de nieuwe rotonde. Inmiddels is die overlast voorbij en zijn we een prachtige rotonde rijker. Een grote aanwinst, want het kruispunt is altijd een zeer gevaarlijk kruispunt geweest. Dit was weer Spakenburg Nu. Donderdag kunt u kijken naar Los Politiek. Vrijdag Los Sportcafé en zaterdag zijn wij er weer met de weekendeditie van Spakenburg Nu. Nog een fijne dag.